Yvonne, gefeliciteerd. Net voor de derde keer op rij met 3-0 gewonnen. Hoe ging het? Ja, niet heel goed. We hebben ooit betere wedstrijden gespeeld. Maar goed, we hebben gewonnen. En het hoeft niet altijd per se mooi te zijn als je maar wint, hè. De eerste twee wedstrijden van het weekend wonnen jullie heel makkelijk. Of althans, zo leek het. Vandaag was het meer vechten, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat vandaag ook het punt was waarop wij gewonnen hebben op vechten. Ja, het was niet mooi, was geen mooi volleybal, maar uiteindelijk gelukkig wel gewonnen. Jullie hebben 12 speelsters bij je dit weekend. Die hebben allemaal gespeeld. Ja. Dat gebeurt niet vaak, denk ik. Nee, vandaag pakt het ook heel goed uit, gelukkig. Met goede wissels. Iedereen is goed ingekomen. En ik denk dat we vandaag ook echt nodig hadden allemaal. Ja. Nou, jullie doelstelling was 3 keer winnen dit weekend. 9 punten, dat is gelukt, hè? Ja, dat is gelukt. Ja, gelukkig wel, ja. En waar kan dit verder nog toe leiden? Wat zeg je? Waar kan dit verder nog toe leiden? Ja, tot iets heel moois, hopelijk. Ja. Vorig jaar was je ook al met de Grand Prix mee. Toen was je eigenlijk nieuw in het team en heb je ook niet zoveel gespeeld. Dit jaar sta je in de basis. Wat heb je allemaal gedaan afgelopen winter? Ja, hard trainen en goed werken aan systemen en heel veel gespeeld afgelopen jaar. Ja, en dan krijg je toch een stukje meer ervaring en dan krijg je vertrouwen van de coach en dan lukt het gelukkig. Scheelt het ook dat jij de wintertrainingen bij Guido hebt gedraaid? Ja, goed. Dan hou je natuurlijk wel de systemen van het Nederlands team. Daar blijf je mee in trainen. Dus ik denk wel dat scheelt. En dan kun je daar ook steeds, iedere maandag trainen we dus. Dan kun je oefenen opnieuw met de systemen spelen. Ja, of dat per se geholpen heeft, ja, ik denk van wel. Maar ja, ik weet het natuurlijk niet. Dit weekend waren jullie wel echt de favoriet. Volgende week treffen jullie ook België en Polen. Wat denk je wat jullie daar tegen kunnen? Ja, goed, daar zijn we nog niet zoveel mee. Of althans, ik ben er nog niet zoveel mee bezig geweest. Ik denk dat we zeker kunnen winnen. Er zijn zeker kansen. En daar gaan we volgende week over praten. Oké, bedankt voor je tijd en fijne avond. Ja, dankjewel.